Bloot Bulletje. Hallo Dennis. Ja, hey. Hoe is het Dennis? Heel goed. Jij zit in aflevering 97 van Disneycraft, hoe voelt dat? Springlevend leuk. Springlevend leuk, nou de enthousiasme spat er vanaf. Tot na de intro. Okay, people, let's go to work. Grappie. Grappie is er ook weer bij en WVG'tje zit ook weer even te loeren, want we hebben namelijk, we zijn het plein aan het opschonen, het Main Street gedeelte. We zijn vanaf de Dodelbaan zijn we eigenlijk zo hoepakee gekomen bij dit gebied. En ik ga even kijken, staat mijn geluid aan, een beetje zacht. En je ziet dat het helemaal vernieuwd is ook met alle vernieuwde bankjes, de prullenbakjes, de lantaarnpaaltjes. Dus het ziet allemaal wat leuker uit, vind ik zelf. En het heeft wel iets. Toch? Dat hoop ik. Ja, natuurlijk heeft het iets. Nou, en Roby, ben jij er ook nog? Roby is er als het goed is ook. Roby, ben je er nog? Even ingraven. Ingraven. Zullen we Roby even ingraven, jongens? Iedereen. Ik denk dat het even nodig is. Ik denk dat het nodig is. Waar zullen we plaatsen? Zullen we gewoon... even kijken hoor. Hier zo, bij de frietkraam. Nee, hier, achter de frietkraam. Dat is echt erg. Oké, let op, ja? Tip hier. Oké, daar komt ze, hè? Zo, die zit er even goed bij. Huppakee. Maak maar even een... ik heb een heel klein grafsteentje. Een stairs. Een trappetje. Nou, hier kun je lekker eten, zo. Dus als je zegt van... Nou, ik wil eens even heerlijk eventjes een frietje eten. Wil ik wel. Ja, wil je dat wel? Ja, jij wel, ja. Hoe eet jij als Belg? Kenner als Belg, hoe vaak eet jij dat friet? Ben je al 3 keer per week. Echt 3 keer per week? Oh my god, 3 keer per week, jongen. Kun je gewoon een infuus aan frituurvet in je doen? Ja, we hebben het zelfs geprobeerd, maar dat is spijtig genoeg erger geworden. Ja, wauw. Zo man, 3 keer friet. Gaat het niet vervelen? Nee. Dat is raar hoor. Dat is heel raar. Eten. Zullen we hier een hoekje maken? Hier, kijk, zoiets. Kijk hoor. Ja, oké. Dat zal ik. En dan hier nog iets, zo. Dit wordt een nieuwe. Die maak ik dan van... Zo. Klaar. Zoiets, kijk. Maken we hier een pad aan. Hier komt natuurlijk een pad aan. Zo. En Blobelet Dennis natuurlijk. Ik zeg altijd Blobelet. Klinkt gewoon fijn, hè? Die is altijd heel lekker bezig met de Main Street huisjes. En we schrokken een beetje van wat hier allemaal stond. Wat voor... het was natuurlijk zo... Het is allemaal verouderd. En daarom moet dat allemaal opnieuw worden gebouwd. En het moet niet. Maar het staat in vergelijking met de rest van de... Van de andere dingetjes staat wat netter, zeg maar. Zo. Kijk of ik dit nou zo moet doen, zo. Oh, sorry. Plop. Pak even de boomhiel. Is Irma er toevallig nog? Oh, niemand. Online. Nee, niemand is er. Herman natuurlijk. Herman, hoe is het, Herman? Oh, die kennen we wel nog. Herman, ja, absoluut. Die hebben we al in de andere video's gezien, joh. Ja, dat. Ja, Herman, bekende jongen geworden, hoor. Die jongen is bekend geworden. Ja, zeker. Overal herkend op straat. Overal. Alleen soms, weten komen. En soms. Alleen in de weekenden. En Herman is natuurlijk ook met iets bezig. En, op het moment ben ik een beetje inspiratieloos, maar je kan wel laten zien wat ik al gebouwd heb. Kijk, zullen we dat gewoon eens even doen? Het enige wat ik nu aan het bouwen ben, is een pixel art of record wall om een beetje inspiratie te krijgen. Oh. Je kan namelijk TP'en, maar kijk wel uit. Deze is echt heel erg huge, Herman. Ja, dat weet ik. Kan ook straks wel verwijderd worden. Maar ik vind hem wel leuk.
Hij is wel echt heel huge. Echt heel huge. Wauw. Wreck-It Ralph, jongens! Wauw, nee, die is wel echt heel huge om in... ik zie hem aan de vet staan. Oh, wat leuk. Ik zag hem in de vet staan. Je ziet hem nog steeds, het witte puntje. Ik zie hem in het wit. Maar we hebben natuurlijk al een Wreck-It Ralph attractie. Dus misschien is deze wel leuk om daarbij te plaatsen. Dus waarom zo? Hij is wel echt heel erg huge. Ik maak hem nog wel af en ik zet het andere, dat goostertje, zet ik er ook wel even bij. Ja, is cool. Kan je wel kopiëren. Ja, is cool, is cool, is cool. Maar je kan de... Hoe is dat? Wat ik gebouwd heb, kan je wel laten zien. Oh ja, de speeltuin. Ja, de speeltuin. Goed, ik kom er zo naartoe. Ik ga even dit padje maken zo. Want ik ben dadelijk al helemaal van mijn padje af en dan... Dan is het, dan wordt het lastig voor mij natuurlijk. Ja, dat was een scherp hoor. Oh, echt een scherp, hè? Ja, die was wel even lekker. Ik ben ook in mijn boomwiel kwijt. Zonde, hè? Dus dat is niet zo handig. Als je dat... Dan moet je hem gewoon bij je houden. Dan raak je hem niet kwijt. Sorry. Zo. Lekker huge boompjes neerzetten soms. Af en toe. Ja, maar echt die dark ook zijn echt prachtige bomen. Ik blijf het halen. Schitterende boompjes. Niet echt om naast elkaar te plaatsen, maar gewoon af en toe even een beetje te spreiden rond dat park. Gewoon even tussendoor. Tussendoortje gewoon. Ja. Is het echt een redelijk boompje. Ziet er echt wel leuk uit. En daar hoort dan nog een birch bij. Zo. Oh, die plaats ik gewoon midden op het water. Waarom doe ik dat, Vincent? Dat weet ik niet. Ook ik plaats dat weer, hè. Midden op het water. Nou mensen en dames en heren, het is ook... Vandaag is het woensdag 11 juni. En ik ben weer uit Pinkpop eigenlijk. Ik kan nog niet zeggen hoe het was, want dit is natuurlijk van tevoren al opgenomen. Echt waar, Vince? Ja, zeker. Dat heb ik expres gedaan, omdat ik niet weet... Ja, echt waar. Echt waar. Ik denk gewoon, ik kom uit het verleden. We zijn naar de toekomst aan het werken, ja. Herman wou ook een... Gio wou een betere toekomst. Ik zeg, nou dan maken we wat video's van tevoren. Lopen nog niet. Dat vond ik wel heel lief. Ja, zo zijn we. Ja, daarom. Even kijken hoor. Zo. Is dat zo? En hier komt een uitsteekseltje. En in dat uitsteekseltje heb je dan een klein boompje staan. Zo, die staat daar gewoon random. Ook leuk, hè? Van die grasuitsteekseltjes. Dat vind ik ook wel heel erg wat hebben, zeg maar. Want het hoeft niet altijd netjes zo. Zo, hoppakee. Gewoon random wat blokjes plaatsen. Ik wil ook graag praten, maar mijn ouders zitten ook in de woonkamer en die willen graag James Hond kijken. Oef. Ja, dat zou ik ook wel willen. Ja. Eerlijk, hè? Even mee. James Hond. James Hond is wel leuk. Ik ben altijd op zoek naar speciale botten. Geheime botten. Kunnen schieten, hè, op al van die gadgets. Weet je hoe ze hem ook noemen? Nou? 00 Woef. Oh, ik hoor een drumstel, denk ik. Sorry, oh mijn god. Jammer dit. Ik ben weer teleurgesteld nu. Jammer dit. Is Roy er al? Jammer. Nee, Roy is er ook niet, jongens. Jullie gaan Roy's stem dadelijk helemaal niet horen in de video. Wat erg, hè? Mooi, zijn we daar ook weer vanaf. Oh, leuk gebouwtje. Weer een nachtmerrie minder. Laat het hem maar niet horen, anders overleven we. Hallo! Ik ben binnen. Hallo! We hebben gelijk behang voor binnenin. Ik ga gewoon lekker die kleur laten. En dan even kijken wat voor vloerbedekkingetje gaan we hierin doen. Ik denk dat we gewoon een lekkere woed erin leggen. Ik denk dat dan best wel leuk staat, denk ik. Lekkere woed. Een lekkere woed. 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 Zo. Lekker gevaar hier bouwen. Dat wordt geen woed hoor, deze. Maar die heb ik even woed gemaakt. Even kijken wat voor kleur. Misschien moeten we wat een... een mooi huisje. Leuk huisje hoor. En Blubblet, merk je nou ook aan jezelf als je al die huisjes bouwt van... Ja, doe je nou wat anders een keer? Of doe je gewoon je eigen... Doe je gewoon random wat plaats of zo? Nee, soms denk ik van... weet je wat? Hier iets van dit. Dus eigenlijk gaat het om random plaatsen, ja. Ja, en van, hier is van dit en is het niet mooi, haal het maar weg. En plaats iets anders.
Dus we kunnen als tip meegeven aan sommige mensen die misschien beginnen bouwen of hè? Pak random shit en plaats. Pak random dingen en ga wat uitproberen. Ga niet treuzelen van. Maar dat heb ik een keer al in een video gezegd. Van, ga niet treuzelen van. Nou, dat blokje hoort daar misschien wel of misschien niet, weet je. Plaats het gewoon en kijk of het staat. Dan kun je altijd achteraf nog zeggen van, nou, ik haal het weg of het staat misschien niet. Nieuwe dingen uitproberen, je moet durven. Je moet durven, voor een training gaan. Oh, nee, niet zo. Nou. Zo. Kijk, we hebben boompjes geplaatst zo. Leuk zo, en daar nog eentje. Niet dat het te druk wordt daar. Kijk hoor. Nou, dat plein wordt al flink wat anders nu. Leuk. En dan wil ik hier nog. Wat zegt u? 2.0, hè? 2.0, ja. Het is altijd een keer feest. Nou, mensen, voordat mensen ga ik gaan vragen van aan het eind van de week. Ik weet het, vrijdag hebben we natuurlijk aflevering 99. Dat is gaaf. Maar je verwacht dan niet in het weekend aflevering 100. Omdat aflevering 100 iets meer tijd gaat kosten dan jullie denken. Ik ga niet precies zeggen waarom het veel tijd gaat kosten. Ik ga wel zeggen dat je wel flink wat tijd moet inleveren om, om denk ik, die aflevering te gaan kijken, denk ik. En ik denk dat dat die video echt geprezen mag worden als een hele bijzondere aflevering. Omdat het natuurlijk 100, ja, ik zeg geen 100 jaar, hè, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Maar het is wel een prachtig aantal, jongens. 100, wauw. 100 afleveringen. Ik kan het ook niet geloven hoor, maar dat in een jaar tijd. Dat is best pittig, joh. Oh my god, en zit ik nou heel de tijd. Voor mij staat een heerlijk kopje thee. En die is waarschijnlijk. Lekker. Nou, is die koud of niet? Net hoor. Ja, hij is nog wel een beetje warm. Dan heb je iced tea en dat vind ik ook wel. Oh, dat vind ik. Nee. Oh, dan vind ik niet lekker. Nou, vind ik niet lekker. Gewoon patat mayonaise. Gewoon patat mayonaise. Ja, dat vind ik lekkerst. Nee, maar dat... Kijk, dan mis je ook weer een citroenschijfje en zo. Als je het een beetje truttig wil doen. En ja. Ja, maar het is toch zo. Citroen. Je moet... iced tea moet je drinken met citroen. Met citroenschijfje. Ga je te ver, denk ik. Waarom? Oh. Al die luxe. Ik ga je een vraag stellen. En dan, je moet binnen 5 seconden antwoorden. Glenn is natuurlijk ook een Belg, die zit hier ook in de video. Hallo Glenn! Hallo! Het is Sarah Man, jullie kennen Sarah Man wel. En ik ga jullie wat vragen en jullie moeten eigenlijk gelijk antwoorden. Joepie! Ja, oké. Okay. Ben je klaar voor? Ja, ik ben altijd klaar. Hij is wel een pittig hoor, Oké, daar komt hij. Nee. Oké. Okay. Nou ja, dat kan, dat meningen verschillen. Oké, daar komt hij. Beste gerecht België. Friet. Ja, Glenn, dan moet je antwoorden. Ja, geen idee, ja. Glenn, wat heb je daarop te zeggen? Zeg niet zoveel. Ben je met die Dennis eens met zijn friet? Je hebt niks anders te zeggen, hè? Dat is echt zo, dat is echt ongelooflijk. Ja, al die Belgen zijn één pot nat, hè? Nou, één pot frituurvet. Friet. Eén pot frituurvet, inderdaad. Echt? Alleen maar friet. Echt waar, jongens. Die komen, die slapen en die nemen nog even een frietje als ze, hè? Je wil je antwoord, je hebt je antwoord. Die patatpan, die staat gewoon eigenlijk bijna dag en nacht aan. Je kunt gewoon, die staat gewoon rennen aan. Ongelooflijk. Alleen maar friet. En ze hebben ook nog nooit gehoord van een gekookte aardappel, want het wordt alleen maar gefrituurd. Ja, dat is echt ongelooflijk. Lekker. Ja, natuurlijk is het lekker, maar het is niet goed voor je. Tot de eerste vraag. Maar heb je dan in België ook, zelfgemaakte frietjes? Dus echt die grote frietjes? Of echt... Ja, dat is de Belgische friet. Van die dikke friet bedoel je, hè? Ja, dikke friet, ja. Ja. Natuurlijk hebben we dat. Nou, sorry hoor. Maar is dat ook lekker dan? Ik vind ze zelf lekkerder dan die dunne Franse frietje. Franse frietje. En wat voor mayonaise gebruik je erbij? Met E. E mayonaise. E mayonaise? Dat is toch normaal? Dat is normaal hoor, inderdaad. Ja. Ja, maar ik zeg toch ook niks? Ja, maar het klonk zo. Nee. Alsof je zo verbaasd was. Ik was ook niet verbaasd. Nee. Zo klonk het wel. Nee, nou, gewoon niet overdreven. Je mag drijven, maar niet over. Ja, je gaat het pas zien in de video als je mijn gezicht ziet, natuurlijk. Ik...
Ik keek niet naar je gezicht. Jammer dit. Ik heb ook een kanaal. Wist je dat ik een YouTube kanaal had? Of, Wat is YouTube? Serieus? Naughty Boy ja, 44. Oké. Okay. Kun je altijd even kijken, een keer loeren als je wil. Oké, ik wel. Zeg je? Dat ik al loer. Ja, is goed. Zo. Het even vullen met. Oké. En dit is natuurlijk ook belangrijk. Kijk hier. Oh, dat heeft Robbie al gedaan. Hier ga je naar sprookjes. Dat is wel echt heel apart hoor, zo. En dit, heel veel. Dit is eigenlijk. Is dit. Nee, is dit nou. Nee, dit is niet het huis. Ons huis. Kijk hoor, dit gaat ook even weg, want we gaan nieuwe wegwijzers maken. Wees niet bang. Hier binnen hebben we natuurlijk dat Alice in Wonderland. Hartstikke leuk gedaan dat. Echt heel grappig. Echt een heel apart huisje. Heeft nog niet heel veel nut, dus, maar we gaan er wel wat nuttigs van maken. Kijk hoor. Ik heb het gevoel dat die in de weg staat, maar het ziet er wel leuk uit. Weet je wat? Waar staat die in de weg? Ja, ik sloop hem. Oké. Okay. Er stond helemaal niks in ook! Er was gewoon lekker hol van binnen. Oh! Nou, dat kan je toch niet maken, hè? Sloop die handel. Hé, maar Vincent, kan ik je ook iets vragen? Absoluut. Je hebt 5 seconden, wat is jullie lievelingsgerecht? Biefstuk! Ja, ja, maar dat, wij hebben gevarieerd. En dat eet je met? gebak. Oh, je bek. Ja, frietjes. Maar dan komt dat op de. Je hebt heel vaak op menu's geen keus. Aardappeltjes. Ja, dat is ook heerlijk. Gewoon lekker gebakken aardappeltjes. Ja, dat is ook lekker, ja. Het hoeft niet altijd gefrituurd. Het mag ook wel eens met boter. Patat is ook een aardappel. Ik weet niet hoe jullie het woord halen. Serieus? Patat. Serieus? Oh. Ja, je kan zeggen pommes. Je kan zeggen wat? Friet. Wat? Pommes? Pommes? Dat doet me denken aan appelmoes of zo. Ik weet niet. Dus dat is compoten. Wist dat niet? Dat, nee. Zeg ik nou wat geks? Gio? Nee, hè? Ja, hè? Wordt gewoon. Oh, nou, alsof ik vloek, hoor je dat? Alsof ik vloek. Zo zitten ze te reageren. Ja, maar we zijn wel tegen Belgen aan het praten. Dat moet je wel onthouden, hè? Kom maar een Bel. Dat is een fantastische jongen. Oh, nou, oké. Okay. Gaan we het zo spelen? Ja. Dan kan ik er ook nog wel op aan, hoor. Nee, maar pommes. Je hebt pommes, dat is friet en patat. Dat zijn 3 verschillende soorten. Patat mayonaise. Maar dat zeggen we meestal niet hoor, pommes. Maar dat is wel aardappel, pommes. Hopen dat je dat niet veel zegt, want ik vind. Ja, maar jullie. Wat hebben jullie voor rare woorden? Vertel eens op, wat hebben jullie voor rare woorden? Wel, we hebben er een hele zak bij, man. Ik ben geen man. Wat? Mijn deuren gaan wel rare woorden, man. Ik versta er een reet van. Volgens mij is die dronken. Heb je te veel friet op? Heb je veel frituurvet gegeten? Nee, gedronken, maar mijn tong is een beetje verbrand, dus daarom dat je me niet zo goed. Oh, vandaar die slisser. Oké. Ik ga verder. Ik ga ook verder. Zo, hoppakee. En ik heb dit paadje nu aangemaakt. Even kijken. Oh shit, wat is hier gebeurd? Er is lava hier uitgestroomd. Ik ga het snel even dichtmaken. Hier lag lava in. En waarschijnlijk is dit kapot gegaan ofzo. Oké, wie heeft nou de periode van de maand op dit moment? Dat weet ik niet, maar het is wel kapot gegaan hier. Het is nou weer gefixt. Zo. Gefixt. Don't worry. Don't worry. Ik ga hem ook weghalen, jongens. Gio, hoeveel hebben we eigenlijk van de map al weggehaald eigenlijk? Heel veel. Echt heel veel. Daarom is het eigenlijk, kost het heel veel tijd om te bouwen, jongens en meisjes. Dat moet je begrijpen. We zijn natuurlijk, we hebben in een jaar dit gebouwd, bij wijze van spreken. Eigenlijk, om het zo grof te zeggen. En nou moeten we eigenlijk in, wat we normaal in een jaar bouwen, moeten we eigenlijk renoveren in... Zo snel mogelijk. Dus eigenlijk in gewoon een paar weken. Dat is ongelooflijk hoeveel positieve powers we hebben nu in de groep. En dat we lekker bezig zijn. En soms heel laat in de avond. Het is nou ook best wel laat aan het worden. En ja. Het hoort erbij, hè? Het hoort erbij. Het hoort er zeker bij. Het hoort er zeker bij. Zeker weten.
En maar, een boerenwinkel. Maar Dennis, nou we het nog hebben over de friet, frituur vet. Oh, nou, komt hij daar weer terug op hoor. Ja, dat ben ik nog niet meer klaar. Wat drink je er graag bij dan? Oh, ik drink bijna altijd iced tea. Toch wel? Bij een friet? Ja. Ja, ja. Ja. Mag je navragen aan Jens, want ik eet altijd mijn vriend met Jens en ja, dan brengt hij Fanta en dan denk ik iced tea. Ja, echt? Ja. Hij heeft een soort van Fanta verslaving. Ik vind Fanta heerlijk. Dus hij mag zeker een keer langskomen. Ja, het is geweldig. Fanta is geweldig. Daar mag je voor mij echt wel een liter fles van kopen voor mij, want dat vind ik heerlijk. Nou, ik kan er ook eentje vullen, maar ik weet niet of dat je het al zo graag zou drinken. Nou. Sorry. Nou. Dan liep ik weer 5 meter te ver. Nou. Nou, dat lijkt me fantastisch. Flauw. Ik zou zeggen, stuur maar een flesje op. Nou, wie heeft die drumstellen hier? Ja, ik kan hem zo gaan opzoeken als je wil. Oh, dan ga ik het ook doen, maar dan moet hij wel even de tijd volhullen met iets. Ja, oké, Gio, begin maar met zingen, zou ik zeggen. Ja, ik dacht dat jij ons een hele lezing ging geven over de geschiedenis en de verbetering van het frieten. Want daar was ik eigenlijk wel naar benieuwd. In 1891 kwam Jan Dirk de Derde langs. En, ja? Dat heb je toch nog snel gedaan. Okay, dan, ja, tuurlijk, absoluut. Dat was Vest, hallo Irma. En wat wil je? Maak nog. Irma, maak ze een goede grap. Ja, kom op, Irma. Zeg maar. Laat een keer. Hoi. Tegen een deuk. Ja, echt niet normaal. Irma wordt steeds grappiger met de dag. We houden het soms ook niet meer bij. Irma moet gewoon stand-up comedian worden. Absoluut. Die is wel beter dan Jochem Meijer en Jeep Mali bij elkaar, joh. Nou, absoluut. Minimaal. Wow. Direct volle zaal, zeg maar. Minimaal. Oh, Irma, stop, ik lig in een deuk. Volgens mij heeft Vincent weer wat met zijn arm. Ja, wat dan? En nog een trekje erin, of niet? Hij zit klemmen, jongens. Oké. Okay. Zo. Irma, kom eens even kijken. Ja, sorry. heb ik toestemming om te kijken? Nee. Wat zit er een keel? Nou, voor vandaag wel, Irma. Ik heb geen toestemming. Nee, voor vandaag wel. Voor vandaag een keer mag je even loeren. Loeven. Oké. Okay. Oh, dan moet je Oh, grappie in het water. Wil je dat laten zien? Irma, mag even terug. Flash kick, Irma. Irma, nu heb ik mijn drumstel opgeborgen. Nou ben je te laat. Nou. Jammer dit. Altijd. De vernieuwing. Altijd. De vernieuwing. Hoe vind je het geworden? Oh, nice. Niet liegen. Is dat eerst een brug? Zeg ja. Weg. Een brug, ja. Een brug. Brug, echt waar. Brug. Nou ja, mijn gebouw staat er in ieder geval nog. Wat was jouw gebouw, Irma? Die ding ping! Pak even super... Die ding ping? Pak even super pickaxe, ja? Wat was jouw gebouw, Irma? Nee. Ah nee, joh, moet je maar wat dit doen met de nog beter. Selecteren, slash lucht. Ja, je houdt met dat torwintje daar. Torwintje? Ik kreeg geen torwintje. Torwintje? Ja, een torwintje. Gekke torwintje. Gekke torwintje met zijn toppie toppie. Irma, wat ze gedronken. Je lunt je gewoon op het water. Maar heb je maar weer aan de fles Bacardi lopen? Ja, dit moet wel. Lurk. Wat blijft die open? Ja, wat blijft die open? Ober. Er zit een vlieg in de shop. En dan zei die wat anders en dan was het van... Ja. Namelijk een beetje raar van als er een soep in je vlieg zit. Dat zou dan weer ik hoef geen stokje te eten. Je haat het eten, het is me nogal gelijk waar je het insteekt, maar je gaat het. Gaat het verteren. Oh, wat? Gaat het verteren, heb je het gedaan. België gone wild hier zo. Ober? Maar ja, maar we hebben nog steeds de mensen zitten volop in spanning te wachten. Wat vind je daarvan? Ja. Dat vind ik ook. Ja. En tot zover Irma's uitspraak. Jammer dit. Wat vind je ervan? Irma, wat vind je ervan? Irma. Ik vind het Irma. Leuk. Irma, wat zeg je? Ik versta het niet. Irma. Ik vind het geweldig, zo. Wat zegt ze? Zo. Voor de mensen die nu een headset opnieuw moeten aanschaffen. RIP headphone users. Ja, ga even langs bij Irma. Sorry. Voor een afspraak. Sorry mensen.
Ja, nee, dat ben je nou te laat mee, zeg maar. Lijkt even een hoorapparaat aanschaffen. Mensen, het spijt me. Ga op je knieën, man. Nou. Kun je kreeg maar een beetje vooruit? Kevin, je kan niet verder dan dit. Oké. Nou, de details hoeven niet te weten, Irma. Als ze zeg maar niet bij jullie in game zit, dan klinkt het heel raar. Laat ik het even. Ja, nou ja, inderdaad. Nou ja, ik zie het nu ook niet, dus voor mij klinkt het ook nog heel raar hoor. Dat moet je wel eerlijk zeggen. Je staat achter me. Ja, nou, daar heb ik geen last van. Frikando. Wat ben je allemaal, Irma, wat ben je allemaal aan het doen? Oh, een lekker broodje frikando. Ik kan niet verder dan dit, Sim. Ik kan niet op mijn knieën zitten op Minecraft. Oh, wacht even. Nee, hoi, leuk. En help. Oh, ja, dat is beter. Wacht even. Irma, dan mag jij voor deze ene keer de video afsluiten. Jij mag de video afsluiten, Irma. Hallo mensen, ik ben Irma, dankjewel voor het. Mensen, bedankt voor het kijken, verhoging. Gewoon duimpje vergeten te geven. En duimpjes zijn blauw, niet te abonneren. Dat is een blauw, oké, wat verdomme.